Goed, beste ouders, lieve kinderen. Het eerste stapje dat belangrijk is om naar het platform te gaan waar alle opdrachten zullen gepubliceerd worden van de leerkracht van uw kind, is uiteraard het platform terugvinden. Daarvoor surft u heel eenvoudig naar www.google.be. In de rechterbovenhoek geeft u dan de knop inloggen. Als u daarop klikt, kunt u gaan inloggen met de gebruikersnaam die u van ons heeft gekregen. Misschien geeft u een privé-account binnen Google, geeft u een account van het werk. Toch zult u moeten inloggen met het account van uw kind. We kiezen dus voor een ander account. En dan kunt u daar het verkregen accountgegeven gaan intikken bij e-mailadres. In mijn geval is dat proefkonijn@taborscholen.be. Het verkregen wachtwoord. Is het voor de eerste keer dat u inlogt, dan moet u dit nog aanpassen. Bij een tweede keer zal dat niet meer het geval zijn, uiteraard. Klikt u bij volgende, dan komt u op het platform. Opgelet, een addertje. U ziet niet echt dat u op het platform van de Google Suite van de school zit. Misschien toch eventjes controleren. Dat kunt u heel eenvoudig door de 9 tegeltjes te gaan aanklikken hier naast de knop inloggen. Even naar Drive gaan en als u dan ziet dat u op de Google Suite zit met de beginletter van uw kind zijn of haar naam, dan zit u goed. Ziet u dat niet staan, dan zit u nog misschien wel degelijk op de account van het werk of in uw privé-account. Dus moet wel degelijk de Google Suite zijn van de school met de beginletter uiteraard van uw naam van uw kind.